Ik ben Klaar Wierink, ik ben tandarts geriatrie. Ik heb een eigen praktijk, Mondvitaal, gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Daarnaast werk ik bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde, waar ik een deel patiëntenzorg lever en ook de opleiding tot tandarts geriatrie begeleid. Mijn eerste tip is: wees alert op kwetsbaarheid. Wanneer er bij een oudere problemen ontstaan op medisch, psychisch of sociaal vlak, die drie vlakken samen vormen de geriatrische trias. Wees dan bewust dat dat ook effect kan hebben op de mondgezondheid. En wat kunt u dan praktisch doen als u ziet dat iemand medisch het een en ander gaat mankeren, dat er geheugenproblemen ontstaan of misschien dat de partner is overleden, dat is duidelijk dat sociale vlak. Dan kunt u voorstellen van, goh, misschien moeten we het controletermijn iets verkorten. En als een oudere daar niet voor open staat, houd dan in elk geval in de gaten dat iemand de volgende afspraak niet vergeet. Dat u de ouderen niet uit het oog verliest. Ik sloot mijn eerste tip eigenlijk al af met het tweede advies. Verlies de ouderen niet uit het oog. Bij kwetsbare ouderen bestaat vaak niet het bewustzijn van het belang van een gezonde mond. Op het moment dat men kwetsbaar wordt, durft men de kinderen niet altijd te vragen mee te gaan naar de tandarts. En dat is het moment dat de ouder denkt, nou, ik heb geen klachten, ik sla wel een keertje over. En dan ontstaan er later misschien toch klachten. En dan denkt de ouder, nou, het hoort wel bij het ouder worden. Dus zo verliezen wij de ouderen uit het oog. Mijn tip is dus, houd de ouderen in beeld. Kijk regelmatig of ouderen niet langer dan een half jaar geleden zijn geweest. En als dat wel het geval is, laat de assistenten bellen wat daar de reden van is. Wat er georganiseerd kan worden en kan de ouderen niet bij u komen, overweeg dan toch een huisbezoek. De derde tip gaat over organisatie van multidisciplinaire zorg rondom de ouderen. Het is belangrijk om contact te hebben met andere zorgverleners zoals huisarts, thuiszorg, logopedist, omdat je inzicht krijgt in elkaars werkwijze en het contact laagdrempelig is. En dat komt de zorg voor de oudere patiënt ten goede. De website www.demondnietvergeten.nl biedt heel veel informatie en ook handvatten om die multidisciplinaire zorg vorm te geven. En wat betreft nascholing is er de masterclass in Groningen, maar ook alle theoretische modules van de opleiding tot tandarts geriatrie zijn voor geïnteresseerde collega's toegankelijk. Bij ACTA is dat.